Florida. Dus dan gaan we verder. En om de algemene verzuring van onze maatschappij tegen te gaan, verzoek ik de gemeentediensten die verantwoordelijk zijn voor cultuur en patati en patata, mij hieromtrent voorstellen betreffende nuttige initiatieven te laten geworden. Nuttige initiatieven, ja. En dus getekend, Freddy van Overloop, burgemeester. Jawel. Ja, geen belet. Aha. Nicoleke, je mag dat trick gaan overtippen, hè. Wat kan ik voor u doen, Bal? Ja, niks. Zeg maar dan, Nicoleke, die mag mij wel een keer komen, maar niet eerlijk. Zeg, ga de picknicken? Dat is gewoon een cadeauke, Freddy. Omdat je de smaak niet zou vergeten, hè. Puur power, hè. De mens die de smaak van uw saucissen vergeet, die moet nog geboren worden, hè, Bal? Merci, Freddy. Merci, merci. Nicoleke, kom eens. Nicoleke, en deze moeten dan aan het gemeentepersoneel uitdelen, hè. Meneer de burgemeester, vorige keer hebben we allemaal de rest van de dag op het toilet gezeten. Serieus? Ah, wel, ik heb het dan in een bak met kleingevaarlijk afval. Het kleingevaarlijk afval. Dat is een goeie, Bal. Wat is zo? Je ziet zo zuur. Wat is dat hier? Ik heb juist een opdracht gegeven iets uit te werken om de mensen terug aan het lachen te krijgen. Ja? En wat gaan ze doen? Ja, ik weet dat niet, hè. Ik wacht de voorstellen af, hè. Moet je daarover nadenken? Dat is toch simpel? Je richt gewoon een paar buurtfeesten in, hè. Dat hebben de mensen graag. Maar je krijgt er nog subsidies voor. Dat is een goed gedacht, hè. Ben gedacht. Oh. Nicoleke, kom eens. Dat ik daar zelf niet op gekomen ben. Hey, ik bedoel, niet op Nicoleke, hè. Nicoleke, schrap die memo eens. Ik heb zelf een fantastische gedachte. Oh. Ah ja, we gaan in heel onze gemeente overal buurtfeesten organiseren. Ja, ja, met barbecues. En ik ga overal worst leveren. Misschien toch niet zo goed gedacht, hè? Ja, maar aan het prix d'abie, copain. Nicoleke, voor alle zekerheid stuurt de memo maar rond, hè. Of een processie. Dat zien die mensen graag. Een processie? Ja. Pff, zo traag, hè, Bal. Zeg, zo. 3 vooruit, 2 achteruit. Mag iets plezant hebben, zeg. Plezant? Wat, de stoet dan? De stoet? De stoet? Oh, ja. Je weet niet wat dat kost, zeker? Maar als je aan iedere vereniging vraagt om een attractie te maken, dan heb je toch de stoet, zeker. Dat kost u immers niks, zeg. Dat is een gedachte, gedacht. Mijn gedacht. Nicoleke! En degene die de schoonste attractie heeft, dat is de Wilaar, hè? En die maak ik ambassadeur van onze gemeente. Had je mij niet gehad, hè? Nicoleke, ik heb nog een beter gedacht. Oh. Ah ja, schrijf dat eens op voor het gemeenteblaadje. We gaan een stoet organiseren. Goh, eigenlijk heb ik toch fameuze ideeën, zeg. Dat is mijn gedacht. Oh, schatje, je bent er al. Ja. Hoe was het? Ik ben aangenomen. Maar allee, proficiat. Ja, dank u, Bieke. Voor u staat het nieuwste lid van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. En wat speelt jij? Trompet. Ja, maar ik moet het nog leren, hè. Ik moet het nog leren. Leren, hè? Ja, ik moet het nog leren, hè?
Ik reken op de enthousiaste medewerking van alle plaatselijke sport- en cultuurverenigingen. Oh, de burgemeester. Ik doe er allemaal niet aan mee. Ik vind dat flauwe kullen. Mannen, een wagen met een mini-voetbalterrein. Zie. En dan spelen wij voetbal in het klein. En we verliezen in het klein ook, zeker. Ja. Ja, wacht eens. Zeg maar, als we nu eens een café op die wagen zetten. Ah. Ah, ja, de kampioenen zijn toch het meeste hier? Ah, ja, maar dat is waar. Zeker, zeker. En ik zal figureren. Figureren? De hoofdrol zeker. Ja. Ik zeg altijd, als je wilt opvallen, moet je gezien worden. Ja. Dat is waar, hè? Dus als we nu zouden winnen op die wagen, dat zou pas opvallen, hè? Ma? Ja, Billik, ik ben bezig. Een reus. Dat valt op. De reus. Ja, maar hoort wie dat dan zegt? Zeg, Fernand. Een reus, dat is een heel goed idee, Maurice. Ja, ja, we maken een reus van Paul. Waarom van Paul? En wel, hij is toch de trainer en de trainer, dat is de vertegenwoordiger van de ploeg. Ik kies voor mijn Nero, dat is toch de mascot? Ja. Ja, Billy. Onze Xavier? Oh, leuk. Hij is toch het kroegbeeld van de kampioen? Hij is toch speler en hij is ook trainer geweest. Dat is heel goed, Xavier. Ja, dan wordt mijn ventje beroemd. Dat wordt een show. Ja. Allee, maar dat is dan al in orde, hè? Ja, dat is goed, ja. Ja, nu nog wel iemand vinden die zo'n reus kan maken. Wil Maurice? Hé, Maurice, kun jij geen handje helpen? Ja, Maurice. Ja. Allee, wat is het zagen, ventje? Mag ik volgende week naar de Technofav in het sportcentrum? Saartje gaat ook. Om hoe laat begint dat? Om 12 uur. Mm. Wel geen pintjes drinken, hè, manneke? Natuurlijk niet, ma. Ah, nee, dan het is goed. Yes. Maar wel voor het avondeten thuis, oké? Mm-hmm. Avondeten? Ontbijt zeker. Wat? Het begint om 12 uur s'nachts, Doortje. Oh, ik heb dat tegen Saartje, haar moeder, ook al gezegd dat dat geen doen is voor zo'n jong meisje. Dus geen sprake van, jij gaat niet naar die 5, hè, man. Hey, maar ik heb dat wel af. En geen gezaag. Ik heb nee gezegd. Nee. Ja, maar nee, ik wil er niks meer over horen. Sorry, kapijn. Kapijn. Ik heb groot nieuws. Ah, gaat in de stoet lopen met uw worsten? Tja, hé, de kampioenen gaan een praalwagen maken, hè? Ja. Hé, hey, een ode aan bij de sausies. Ja, maar dan zou je toch iemand anders moeten zoeken. Ja, wij gaan een reus maken. Ja, de reus met gedacht. Dat is een reuze gedacht met gedacht. Nee, nee, Maurice zei gedacht. Ja, ja. En mijn ventje staat model. Ja. Waterslag. Ja, toch. Laat me niet lachen. Nee, nee. Allee, die reus wordt proba. Wow, dat meent je niet. Wie is de voorzitter van de kampioenen, hè? Ja, eigenlijk heeft meneer Boma misschien toch gelijk, want hij heeft al veel gedaan voor de kampioenen. Ah, voilà. Ja, dat is waar. De voorzitter heeft er eigenlijk recht op. Ja. Bon, dan is dat geregeld. Hé, hey, dat zal nog al een bonk geven. Ik zo helemaal groot. Zo'n grote wagen met al mijn vleesspecialiteiten. Ja, met al die mannen zelf aan de pussy kijken. Mijn worsten met een Boma Light en met een Boma Spoor. En met mijn levend varken op dat spel, zeg. Boma Puur Poor. Zeg, je gaat er toch geen reclamestoet van maken? Ja, en waarom niet? Zeg, een beetje gratis reclame. Weet je maar dat dat anders kost? Voorzitter, maar sorry, dat is wel niet de bedoeling, hè? Het moet over de kampioenen gaan. Met papa, de kampioenen. C'est moi. Ik wil mijn Xavier. En wel, als het zo zit, dan kies ik ook voor Xavier. Ik ook. Ik niet, hè, voorzitter. Waarom nu Xavier? Ja. En wel, als ik mij niet vergis, hè, Balthazar, is Xavier wel het langst bij de kampioen. Ja. Dus de oudste kampioen wordt de reus. Ja. Niks van, ik wil mijn eigen reus. En wij willen Xavier. Ja. Nou wel. Wij willen Xavier! Wij willen Xavier! Niet! Wij willen Xavier! Niet! Wij willen Xavier! Bon, 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 bon! À
als het zo zit, twee reuzen dan, hè. Voilà. Oh, goed. Allee, bon, wie werkt er aan de mijnen? Sorry, meneer Boma, maar iedereen werkt al mee aan mijn reus. Ja, maar... Ik ga zakkendraaiers. Ik trek wel mijn plannen, hoor. Ho. Wat mag wie na het slacht? Heeft het niet begrepen. Wat is dat daar te praten aan? Ja, wie laat slacht, heeft het niet begrepen. Dat begrijp ik niet. Hoe geen reuzen? Allee, het staat hier toch duidelijk op. Reuzenaanbiedingen. Nee, dat is bedriegelijke reclame, madame. Miserie. Hé, hoor ik me daar niet aanroepen? Dan kom ik echt op tijd. Nu niet, Fernand, want ik heb al problemen genoeg. En Fernand Kostermans zal die voor u allemaal oplossen. Hoe dat? Jij bent toch op zoek naar een reus, hè? Ja. Ah, voilà. Wat is dat voor iets, Boma Bidaber? Zeg, meneer Boma, dat doet pijn, hè. Ik heb zoveel moeite gedaan om voor u de perfecte reus te maken. Is dat een reus? Dat is afreus. Dat wordt een reus, hè. Met een paar kleine veranderingsjes, hè. Een paar kleine veranderingsjes, Fernand. Ik ben zelf groter dan u, madame. Ja, maar, meneer Boma, dat is nog een maquette, hè. In het echt is dat veel groter. Ah, het is een maquette. Ah, dan. Allee, bon, d'accord. Ja, meneer Boma, dat zou wel wat centjes kosten, natuurlijk. Ja, maar... ja, voor het materiaal en zo, hè. Ik had niks anders verwacht, hoor. Maar je gaat niet proberen om mij in het zak te zetten. Ik kan eruit, want... Meneer Boma, ik zou echt niet weten hoe ik dat moet doen. Ja, je weet, ik niet content, jij geen cent. Bon. Zo simpel is dat, copain. Bon, nu... voor die grote zal ik natuurlijk... plastieke worsten moeten gebruiken, hè. Dat is toch niet nodig? Ik zal een grote laten maken, zo, hè. Nee. Laat maar. Oh. Anders kan ik nog eens een milieuvergunning aanvragen. Milieuvergunning? Ja, voor tijdelijke geurhinder. Ik weet het niet, maar het was toch beter geweest met een bal. Doortje, daar hebben we het al over gehad, hè. Oh. Dat is toch waar, hè, Doortje? Xavier pakt toch veel meer pinten dan ballen? Ik zeg altijd, als je wilt dat het echt is, moet het zijn zoals het is. Ah. Allee, maar. Ik zal heel de maand de afwas doen. Nee, Willeke, je gaat niet naar die vuil. Ja, maar iedereen gaat. Nee, dat is niet waar, want jij gaat niet. Nee, maar ik ben wel de enige. Och, arme sukkelaar toch. Xavier, sta stil. Ja, maar zeg, ik heb dorst. Maar Carlijn, laat hem nu toch eens drinken. Jij zei tegen mijn zaak. Anders ga ik fouten maken, hè. Daar heb jij Xavier toch niet voor nodig. Ik ga er weer aanmerkingen maken op mijn werk. Ik ben wel degene die snit en naad heeft gevolgd, hè. Ja, dat weet ik. En jij zijt ook de enige die in haar eerste jaar gebuist was. En toch was het beter geweest met een bal. Ga er weer beginnen over die bal. Je zou beter wat meehelpen in plaats van commentaar te leveren. Nee, sorry Carmen. Ik moet straks naar mijn repetitie. Allee, Doortje. Gaat je het dan toch doen? Ah, ja. Ik heb al een heleboel meisjes bijeengekregen. Allee. En wat ga je daarmee doen? Doortje die gaat de majorettenkorps ineensteken voor de stoet, hè, Doortje? Ja. Ja, maar dat wil ik ook doen. Ik ben vroeger ook nog majorette geweest, hè. Toevallig ben ik wel tamboer-major geweest, hè, Carmen. Van mij kunnen die meisjes nog wel iets leren. Salut, hè. Oh, oh, tamboer-major. Mijn oor. Hallo. En Maurice, hoeveel geelverf hebben we nog? Ja, dat is het laatste. Ach, ik vrees dat dan een volle pint er niet meer in zal zitten. Oh, maar dat is geen probleem, hè. Voilà. Ja. Nee, dat is geen zicht, hè. Oh, nee, dat vind ik ook. Pascal, geef hem maar eens een nieuwe. Voilà. Dat is beter. Ja, dat weet ik. Maar we hebben niet genoeg verf. Oké. Okay. Xavier!
Allee, Pascal, kom. Geef dan nog maar een pint, hè. Alsjeblieft. En hier, gek. Xavier, nu drink je niet meer, hè. Ja, ja maar. Ja, 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 maar. Lach maar. Misschien kunnen we ze half leeg schilderen. Oké. Okay. Maar, Xavier! Half leeg, hè. Oh, ja, dat heb ik niet begrepen. Ja. Laten we zeggen, half vol, dat is duidelijker, hè. Ja. Dat is een goede vraag, hè. Wat is het nu eigenlijk, half leeg of half vol? Ja, wie kan dat schelen, hè? Pascalke, doe ze nog eens vol. Dan drink ik ze half leeg, dan is het toch nog half vol. Ja. Zo. Oh, ja. Klaar? Problemen met de ademhaling, Mark? Nee, meneer. Waarom horen we dan niks, jongen? Ik weet het niet. Misschien iets met uw oren, meneer? Chef. Ik denk dat je wel luider moet spelen, Mark. Luider? Oei. Ja, sorry. Ik ben dat gewoon van thuis. Van Bieke moet ik heel stil spelen. Onhoorbaar, zegt ze. Hier willen we u graag horen, Mark. Oké, geen probleem. Chef. Da capo. 1, 2. Hoi, zijn jullie al klaar? Ik loop precies een beetje achter. Mark, ik ben doof. Ik ben doof. Tja, doof. En toch nog muziek spelen. Dat is toch... Ja. Meisjes, mag ik even uw aandacht, hè? Dus, de majorette is het uithangbord van een evenement. Hè? Of dat nu een stoet is, of een wedstrijd, of een optocht. De mensen gaan altijd eerst naar de majorette kijken. Naar onze benen, ja. Naar die van haar zullen ze goed moeten zoeken. Oh my. Ik wist niet dat er zulke korte beentjes bestonden. Het allerbelangrijkste van het majorette zijn is ten eerste het marcheren. Hè? En ten tweede de manipulatie van de baton. Dat is uw stokje. Laat dat marcheren maar achterwege. Geef mij maar de manipulatie van het stokje. Tijdens het marcheren bewegen de dijen zich horizontaal afwisselend. En zij vormen een hoek van 90 graden met het onderbeen. Ja? Dus doe dat maar allemaal eens na. En links en rechts. Als mijn dijen horizontaal zijn, rechts, dan is de rest dan meestal ook. Ja, ja, maar goed oppassen dat de voetwreef echt in het verlengde is van het scheenbeen. Hè? En de voet wijst altijd naar beneden. Of naar boven, hè? Niet slecht. Dat hangt van het standje af. Vinden de dames het niet interessant? Nee, echt, nee. Het is nogal saai. Wij mogen toch eens lachen? Nee, sorry, hè, maar dat is hier wel een serieuze zaak. Als het zo zit, hè, dan zijn we weg. Kom. Ja, dames, kom. Neem maar allemaal uw stokje vast. We gaan nu eens kijken wat we daar allemaal mee kunnen aanvangen. Hè? Je hebt bijvoorbeeld de 8 langs links en langs rechts. We kunnen ook de horizontale doen met het opgooien van de stok. Dan hebben we ook het onderlangs passeren bij het been. Hop. En dan kunnen we zo verder met het marcheren. Dat is ook geen vette net hoortje. Kunt je het weer beter, Carmen? Natuurlijk. Kom, geef dat stokje maar eens in. Dat is wel een baton. Ja, dat weet ik ook wel, hè, Doortje, weet je? Ja, en het is ook niet de bedoeling dat je die de hele tijd laat vallen. Ja, dat weet ik ook wel, ja, maar die tampon, die is helemaal glad door je vettige polkens. Hopsa, hé. Hey. Allee, mag ik nu verder gaan? Nee, Doortje, ga jij maar bij de groep staan. Ik zal wel eens laten zien hoe dat echt moet. Hé, hey, meisjes, come on. Ik ben wel de lesgeefster, hè. Ja, vanaf nu niet meer, hè. Mos. En als het u niet aanstaat, hè, dan zoekt je maar een ander majorettenkorps. Oh, maar... Ja, come on, meisjes, discipline. Dag, Doortje. Oh, Doortje, zeg. Aan dat marcheren moet je toch ook nog wat werken, hè? Oh, kom, meisjes. Beetjes omhoog. Oh.
Ja. Ja, 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 ma. Ja, maar nu moet ik echt vlug voortdoen voordat Marek terug is. Ah ja, als hij moet oefenen, dan kan ik niet... Kan ik niet meer werken. Dag, ma. Ah, dag, schatje. Hé. Hey. Al terug? Ja. Ja. En? Goed geoefend? Ja, ja. Onze dirigent die zei dat hij nog nooit iemand zo levendig trompet had horen spelen. Daar kan ik inkomen. Ja. Maar hij zei wel dat de trompet toch niet echt mijn instrument is. Daar kon hem wel eens gelijk in hebben. Ja. Hij zei... Mark, u bent meer de man van de klarinet. Dat speelt stiller. Halleluja. Ja. En nu moet jij oefenen, zeker? Ah ja. Maar ga gerust verder met je werk, hè. Doe maar alsof ik er niet ben. Ja, dat zou moeilijk gaan, vrees ik. Zo. Tja, dat is wel heel stil. Mark, er zit ook geen riet op uw klarinet. Wat blieft? Er zit een muzikus in u, Mark. Dat is heel goed. Doe maar voort. Ja? Ja. Maar nu heb jij uw instrument gevonden, schatje. Ja, hè. Nee, Billy, je mag nu nog blijven zagen. Het zal toch niet helpen. Nee. Ik heb nee gezegd en het blijft nee. Oh. Amai, Doortje, zijn je kwaad? Ja, ik ben kwaad. Wat heb ik nu misdaan? Och, jij niks, meneer Boma. Maar Carmen, hè? Oh. Aha. Wat heeft Carmen misdaan? Oh, ik had een majorettenploeg opgericht, hè. Ja. Ik ben vroeger nog tamboer-major geweest, hè. Aha. En ik was aan het lesgeven en ineens komt Carmen en ze pakt heel het spel over zonder dat ik er iets kan aan doen. En ik vind dat niet eerlijk, hè, want het was mijn idee en je kan dat veel beter dan met Carmen. En daarvoor wordt een mens kwaad, hè. Dat is wat voor minder. Nou, ik mag nu zelfs niet meer meedoen. Maar misschien heb ik de oplossing, hè. Precies of Carmen gaat naar u luisteren. Nee, dat bedoel ik niet. Maar, Doortje, wat zou je van zeggen als je mijn Boma-beeps zou mogen dirigeren? Boma-beeps? Ja. Ah, meneer Boma. Ah, is mijn reus klaar? Nog niet, meneer Boma. Zeg, dat heeft zijn tijd nodig, hè? Ik heb geen tijd. En ik geen geld. Ik kom nog een voorschotje vragen. Ik ben wel geen reus, hè? Wanneer is hij klaar? Binnenkort. Heel binnenkort. Bon, ziet je zitten, Doortje? Ik zorg voor de madame en jij wordt entraîneur. Ah, ik heb de leiding van de Boma-beeps. Ah, jij zet de chefin. En je krijgt van mij carte blanche artistiek. He? Ik zal wel een paar suggesties doen, maar jij zet de patron. Dus ik mag voorop lopen in de stoet? Ah ja. Oké, ik doe het. Ik kan bij madame Carmen eens gaan kijken en misschien een paar tips doorgeven. Ik heb geen tips nodig van Carmen. Ik kan dat zelf 1000 keer beter. Nee, Fernand, geen spionage, hè? Nee, geen spionage. Ik wil de voldoening hebben om het zelf te creëren. Nee, Fernand. Geen spionage. Ja. Mark, wat is dat? Ah, Pieke. Ja, ik ben weer van instrument veranderd. Ziet je het? Ja. Daar kun je niet naast kijken, hè? Nee. Mark, uw klarinet. Ja. Jij speelde dat zo goed. Ja, te veel knopjes, zei de dirigent. Ja. Hij zei, Mark, nu is het tijd voor het zwaardere werk. Voilà. Oh,
dat is niet waar, hè? Het zwaardere werk. Wat zegt je, Bieke? Oh, niks, schatje. Niks. Ik zal het eens proberen, hè? Ja, schatje. Ja. Ja, schatje. Ja. Zit me bij de reuze? Ja. Klaar. Jij gaat content zijn, hè? Zeg je eens. Waar staat hem? Ah, wel. Daar. Waar? Hier. Voilà. Hier, daar bij de reus. Zo'n smalle gus. Hé, hey, groot, hè? Groot, Fernand. Dat is uw maquette op stokken. Wat voor een farce is dat nu weer? Vind je het niet goed, misschien? Ik had een reus besteld en geen madame op stelte. Ja. Maar wat wilt je nu in feite? Ja, geen tante Sidonie bij een moustache. Dat is gelijk de kampioen. Nou, maar hoe ziet dat er dan uit? Dat weet ik niet, Fernand. Misschien zouden we beter bij de kampioenen gaan spioneren. Spioneren? Nee, Fernand. Balthazar Boba spioneert niet. Jamais. Een kijkje nemen. Of een blikje werpen. Ah, wel ja. Maurice, je bent een artiest. Ja, Maurice, ik zou dat niet beter kunnen. Hè. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen, hè, Pascal? Ja, ja, maar jij... Ah, ja, want zeg, zonder model zou het niet gekund hebben, hè? Oh. Nee. Oh, ja. Model. Ja, nee, Billy, jongen, je gaat nu weer niet beginnen. Ik trek mij van heel die Techno5 trek ik me niks aan. Hè. Je moet dat met je moeder regelen. Billy, je kunt daar beter niet naartoe gaan. Die zitten daar allemaal onder de drugs. Ik heb dat nog tegen Saartje en haar moeder gezegd, maar ja, die wil niet luisteren. Diepe moeders, die willen nooit luisteren. Ja, oh. Ik kan u één raad geven, jongen, je moet blijven zagen. Ik heb daar ervaring mee, hè. Hey. Ah. Ja. Ja, de man, hè. Ah. Ja, en? Komt je eens rond reuzen bij de concurrentie? Dat interesseert me niet, papa. Je denkt toch niet zeker dat ik hier kom spioneren, hè? Uw reuzenmaker is anders erg geïnteresseerd. Ja. Dat trekt nu echt op niks, hè. Daar staan nog niet eens wieltjes onder. Fernand, zo werkt dat niet, hè. Er zit iemand in die reus en die wandelt daarmee rond. Maar ik zie toch niemand? Nu niet natuurlijk. Ja, nu niet natuurlijk, Lomberik. Ja, heb je nu genoeg gezien? Allee, ik kijk toch niet, hè, zeg. Ik spioneer toch niet, hè. Hé, La Fernand. Dat is industriële spionage, hè, man? Ja, voorzitter, maar dat kan toch niet, hè?
Nou, hoe durft je? Kom, we zijn hier weg. Ja, ja. Alleen dat met u nog meer in affronten val. Volgens mij heeft onze voorzitter een reuzenprobleem. Dat gezien, dat is de reus. Het is zoiets dat je wilt hebben. Ja, Brollebach zou. Ja, maar zeg, om nu nog zoiets in dat genre te gaan maken. Dat genre, ik wil niet in dat genre. Ik wil er een gelijk de dier. Ja, maar zeg, meneer Bomen. Ja, zeg, niks meer. En je kunt zien dat er mogelijk tijd klaar is, kopie. Ja, maar meneer, moet ik dat dan doen, zeg? Mijn zaken die hier de hele nacht doorwerken. Maar van de nacht? Je weet niet content. Ja, niet content. Geen cent. Man, miserie. Oh, maar och, garme, mijn schatteke toch. Zeg, en nu mocht je niet meer teruggaan? Nee, ik ben buiten gegooid. Definitief, zei de dirigent. Oh. Ja, en dat allemaal omdat je het repetitielokaal hebt afgebroken. Ja. En dat alle muzikanten naar het ziekenhuis moesten. Ja. Er zijn mensen die toch tegen niks kunnen, hè? Ja, dat zei ik hem ook. En toen wou hij mij slaan. Gelukkig dat dat niet gelukt is. Huh? Gelukkig dat ik mij op tijd heb kunnen wegtrekken. Hm. Maar nu heeft hem zijn hand gebroken. Ja, dat is zijn eigen schuld. Hm. En zo'n bluts in een bombardon. Hm. Mark, het belangrijkste is hè, dat jij niet gekwetst bent. Ja. Spijtig dat je nu zult moeten stoppen, hè, Mark? Nee, Bieke. Dat kan ik niet. Je hebt zelf gezegd dat er een muzikus in mij schuilt. Ja, Mark. Ja, maar hij zit nog heel diep, denk ik. Ja, maar ik ga oefenen. Huh? Oefenen? Maar ja, ik word solo-artiest. Oh. Ja, goed, Mark. Goed. Ja? Maar zou je niet buiten oefenen? Buiten? Goh, de akoestiek is veel beter buiten. Echt waar? Ja. Oké, dan ga ik in het bos oefenen. Och, arme die vogeltjes. Oei, dan moet ik alleen nog een instrument vinden. Ah ja. Ma, iedereen op school lacht mij uit omdat ik niet mag gaan. Pielike, gaat je mij nu eindelijk gerust laten? Maar ik zal nooit nog iets vragen, alstublieft. Ach, ik krijg echt hoofdpijn van uw gezag, weet je dat? Als ik mag gaan, dan zal ik nooit meer zagen, beloofd. Gaat je dan eindelijk zwijgen? Hm, ik zweer het. Allee, dan het is goed, je mocht gaan. Ja, op voorwaarde dat je niet bij het krapul blijft hangen en dat je samen met Saartje op tijd naar huis komt. Ja? Oh, maar je bent de beste ma van de hele wereld. Oh. Allee. Ja. Billeke, kom, je moet nu ook niet overdrijven, zeg. Geef toe, Bal, dat was een goed gedacht van mij, hè, een stoot. En het doet deugd, hè, om te zien dat de mensen dat graag hebben. Dat waar. Ik denk dat ze eruit komen. Hadden, zei de kampioen. Maar wel schoon vlees, hè, Bal? Dat is wel niet mijn ploeg, hè, Freddy. Ik heb daar niks mee te maken. Die borsten en pillen. Op wat recht dan nu, hè? Willen dat niet kunnen bij gedacht?
Met Bob Abitz. Applaus, applaus. Er zit wel fijn vlees waar bij, hè? Hé, hey, en de kostuum is mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, daar kan ik in komen, toch? Zeg, wat is dat daar voor iets, iedereen? Wat is dat voor een oude man? Ah, zeg, zijt je nu niet blij? Ik mag mee naar de FAF. Proficiat. Wat dat je met zagen al niet kunt bereiken, hè? Tegen wie zegt het? Oei, dat klinkt niet zo enthousiast. Tante Pascal heeft zo lang over die FAF gezaagd tegen mijn ma, die niet meer mag gaan. Oma, dat is een ramp. Ze blij dat jij mocht gaan. Dat is niet waar, hè. Ik mocht van ons ma naar die FAF als ik met u terug naar huis kwam. Zul jij bij mij moeten komen, bonken, hè? Wat is dat, hè? Oh, ja. Origineel. Hé? Ja. Mensen, we hebben de winnaar. Applaus, kijk. Zeg, en oefenen, hè. Oefenen. Veel oefenen, hè. Veel oefenen. Het is niet waar, hè. Man, 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 miserie, miserie. Thank you.